Op je 14e al werken in de horeca. Je ziet het niet bij veel horecabedrijven voorkomen, maar bij het pannenkoekenhuis De Heikamp in Ruurlo mag het. Isabelle en Danique sloten zich aan bij de Heikamp Academy, waarmee gemotiveerde 14- en 15-jarigen al mee mogen draaien in horecabedrijven. En wat we gezien hebben, ja, we willen heel graag mensen enthousiast maken voor de branche. En we zagen ook dat met name de jongsten, die konden in de horeca nog niet terecht. Die zagen we wel bijvoorbeeld bij de supermarkten, mochten ze al wel schappen vullen. Maar in de horeca mogen ze eigenlijk nog niet werken of bijna niks doen. Dacht van ja, die jonge mensen en die op 14-jarige leeftijd gemotiveerd zijn, die moeten we zien dat we die iets kunnen bieden. Ja. Dus we hebben dus gekeken wat kan er nou wel. En wat er niet kan, dus ze mogen maar heel kort werken, ze mogen niet met machines, maar wat kunnen ze dan wel? En we hebben eigenlijk een hele leuke lijst kunnen verzinnen met dingen die nuttig zijn voor ons en leuk zijn voor hen om te doen. En waarmee ze aan kunnen schurken tegen het team. En dus mogen Danique en Isabelle dagelijks maximaal 3 uur werken. En dat bevalt ze uitstekend. Nou, als wij hier aankomen, dan beginnen wij met de tafel schoonmaken en poedersuiker en stroop op tafel zetten. En daarna gaan we bestekzakjes vullen en beslag draaien. Wij mogen ongeveer 3 uur werken. Oké. Dat is niet heel lang. Dat is niet heel lang, maar we mogen wel 5 dagen in de week werken. Ook dat wel? Ja. Dus al met al maak je best nog wel wat uurtjes? Ja, en vooral in de vakantie. En waarom dan niet in de supermarkt en wel hier in het restaurant? Omdat de supermarkt, dan mag je alleen vakken vullen en dat is best saai om te doen. En hier ben je ook echt met personeel en klanten bezig. Naast Isabelle hoopt Bert nog veel meer tieners enthousiast te maken voor de horeca, om zo de personeelstekorten in de branche de komende jaren te laten dalen. Nou, gelukkig hadden wij het hele team compleet. Daar zijn we. Maar ja, dat horen we wel om ons heen en is er wel in elke branche bijna een probleem momenteel. Waar we zelf gelukkig op dit moment niet mee te maken hebben. Maar voor de toekomst geldt dat zeker. Dus wij kijken ook, we zijn ook in gesprek met verschillende scholen in de regio. En doen daar al wel opleidingen voor ook en samenwerkingen mee. Maar dit is een hele leuke manier dat mensen ook echt aan de slag kunnen.